Hallo allemaal, hartelijk welkom bij weer een video over dit keer 3D printen. En dit keer gaat het over eigenlijk over de AnyCubic, dus over de SLA printer. Als je een SLA printer hebt, dan moet je, nadat je je object geprint hebt, het printobject schoonmaken. En dat kun je doen met aceton, alcohol, ik dacht zelfs met gedestilleerd water, maar dat weet ik niet zeker. Ik gebruik daar alcohol voor, IPA 99%. Alleen IPA 99%, ik heb een was- en cure-station van AnyCubic. Dat is een apparaat waarin die dat was. Alleen die container, die tank, die heeft iets van 3,5 liter alcohol in zich. En wat er gebeurt met die tank, en dat ga ik je zo meteen laten zien. Die tank die gaat vies worden. Waarom gaat die vies worden? Omdat hij dus die objecten schoonmaakt en de restanten van datgene wat hij schoonmaakt blijft in die alcohol zitten. Zul je op enig moment die alcohol moeten gaan vervangen. Oftewel gaan schoonmaken. Nou, alcohol vervangen, 3,5 liter IPA, kost al gauw weer een eurotje of 20, denk ik. Zo ongeveer, weet niet meer helemaal precies. En dat is gewoon zonderend geld. Terwijl die IPA best wel vaker te gebruiken is. En ik heb het pas 5 keer gebruikt, maar als je zo meteen ziet, die IPA tank, die is al redelijk vies. Nou, het eerste wat je gaat doen als je zo'n IPA tank gaat schoonmaken, dat is best wel een hele handige, is hem simpelweg in het daglicht zetten. Waarom? Dan kan de resin die daarin zit, die kan al een beetje het hardingsproces, want UV-licht hardt de kunsthars, de resin uit. Dat is het eerste wat ik dus gedaan heb. En die tank staat bij mij al een goed maandje, zeg maar, echt in de dag liggen. Ik heb al bijna een maand niet meer met die printer geprint. Dat is simpelweg omdat ik mijn hele huis vol met prints heb staan. Dus ik ga pas weer wat printen wanneer ik vind dat ik wat moet printen. Maar het is wel een mooie gelegenheid om die tank te gaan schoonmaken. En om die tank te gaan schoonmaken hebben we een paar dingen nodig. Om te beginnen een can. Dit is een 5 liter can van rookvloeistof overigens. Die ik mooi kan gebruiken. Daar heb je eigenlijk ook een beetje een trechter bij nodig. En die heb ik destijds geprint voor die rookvloeistof. En die past daar precies in. Dan is het wel handig om, als je daarmee aan de gang gaat, handschoenen aan te gaan doen. Ook wel heel handig, want het is best wel smerig om daarmee te gaan werken. Eigenlijk wat toiletpapier of misschien zelfs wel gewoon koffiefilter. Dat kan ik ook nog gebruiken. Heb ik ook nog wel beneden staan. Dat weet ik wel zeker eigenlijk. En tot slot, we hebben filtertjes nodig. Eigenlijk filtertjes die je in China kunt bestellen. Ik zal er even eentje bij pakken. Hier heb je ze. Er zit een heel dun gaasje onderin in. Waar zeg maar de vloeistof eruit kan gaan lopen. Nou krijg je die IPA nooit 100% schoon. En sterker nog, ik heb ook wel eens video's gezien waarin mensen dan ook werkelijk wel wat verlies lijden met die IPA. Dus je krijgt het niet alleen niet helemaal schoon. Je hebt aan het eind ook minder IPA en dat soort dingen meer. Maar als dat voorkomt dat ik die hele inhoud van die tank moet schoonmaken of moet vervangen, dan is dat natuurlijk al wel een heel groot voordeel. Nou, we gaan het proces in. Ik ga je eerst eens even laten zien hoe het eruit ziet als je zo'n grote tank met IPA een maandje in daglicht zet. Hier zie je die tank met IPA. En je ziet, het is niet doorzichtig, het is niet helder. Simpelweg omdat dit dus vervuilde IPA is. En IPA staat dus voor isopropanol, oftewel 99% alcohol in dit geval. Het had ook 79 kunnen zijn, maar dit is 99% alcohol. Wat ik dus nu ga doen, ik ga dat rek wat erin zit. Er zit een rek in en dat is zeg maar om de objecten die je wilt schoonmaken in te leggen. Die ga ik er natuurlijk uithalen, want dat rek heb ik niet nodig daarvoor. En dan ga ik die alcohol via die trechter met dat filter erin gieten in mijn kanister, in die rookmachine kanister. Dat is wat ik ga doen. En ik ga daar even de zaken voor klaarmaken. Dan mag je zo meekijken met me. Ik ga dus beginnen met dat rooster eruit te halen. Dat is het eerste wat we gaan doen. Even mijn tweede handschoen aan. Zo. Dat doen we heel voorzichtig, zodat we zeg maar die IPA zo min mogelijk verstoren. En het verpante van het verhaal is, je ziet al hier op dat metaal, zie je dat? Dat is, ik weet niet of je dat zien kan, maar er zit echt een witte laag overheen. En dat is natuurlijk om te beginnen al niet wat we eigenlijk zouden willen. Ik ga er even iets bij pakken, iets van een doekie of zo. Zodat ik dat ding op kan zetten. Want hij is erg smerig. Zo, zet hem aan de kant. Ga hem later schoonmaken. Maar dat doe ik wel in de badkamer. Hier hebben we die tank met IPA. Dan hebben we hier die can
Met dat filter erop. Ik zal even de camera iets omhoog. Dan kan je dat filter ook zien. Hij ligt, dat filter dat is wel een beetje een lastige. Want hij ligt redelijk hoog erin. En dat zit niet echt goed diep, dat filter. Dat blijft het ook niet echt goed zitten. Dus het is voorzichtig werken nu. We gaan toch iets dieper doen. Ja, zo ja. Dan pakken we die can. En die gaan we heel voorzichtig gieten. Oh, nou dat voorzichtig dat ik heb ook al een beetje vergeten zoals je ziet. Want dat is niet zo eenvoudig. Even kijken of ik dat een beetje kan vereenvoudigen. Ik kan dat denk ik wel vereenvoudigen. Ik ga daar heel even iets bij pakken. Zodat ik zeg maar uit die IPA-can op een andere manier het vocht uit kan halen. Zodat ik niet met die can hierin moet gieten. Want dat gaat niet erg goed, heb ik al gezien. Even een momentje, ik ben zo bij je terug. Zo, ik heb er even een plastic beker bij gepakt. En ga er even vanuit dat het dan beter gaat. Misschien moet ik jou aan die kant leggen. En voilà. Eerst maar eens even hele kleine beetjes doen. Gaan we die IPA door dat filter heen gieten in de can. Met de bedoeling dat straks onderin deze can, dus in die can waar nu de alcohol in zit, dus deze, zoveel mogelijk residu blijft onderin blijft zitten. En dat wat er eventueel toch in het vocht zit, dat zoveel mogelijk in dat filter komt te zitten. Met als doel dus zoveel mogelijk van de IPA te behouden voor volgend gebruik. Want het is natuurlijk bloedzonde om die IPA zomaar weg te gooien. Bovendien is dat al niet zo heel gemakkelijk. Hè? Want het is natuurlijk niet erg goed voor grondwater en dat soort dingen. Dus je kan dat niet even door het toilet heen spoelen enzovoorts. Niet echt handig. Nou, in de filter komt niet zo heel veel rotzooi te zitten. Maar dat komt omdat het natuurlijk, als het goed is, hier zoveel mogelijk onderin ligt en een gedeelte afgezet heeft op dat mandje, zeg maar. En er zullen mensen zijn die zeg maar zeggen van, je kan straks toch niet dat mandje gaan afspoelen onder de douche of zo. Dat kan wel. De resin is een giftige stof, dat klopt. Dat is correct. Alleen niet meer wanneer het uitgehard is. En datgene wat op dat mandje zit is inmiddels uitgeharde resin. Ja, dat is op dat daglicht gekomen waar die bak in gestaan heeft. Volgende keer moet ik eigenlijk gewoon de mand eruit halen als ik hem wegzet. Nou, dat is een goeie. Zo leer je elke dag opnieuw. Ja, dat mogen duidelijk zijn. Ik ga zo lang mogelijk door om met het bekertje die werkzaamheden te doen. We naderen langzaam het einde van die can. Waarom zo lang mogelijk? Omdat zometeen, als ik het moet weer erin gieten, het toch een lastige aangelegenheid wordt vanwege die grote. Het was makkelijk geweest als we er een spuitmondje aangemaakt hadden. Maar ja, goed, dat. Of een spuitmondje, ik bedoel een gietmondje. Mijn excuus. Maar zo gaat het ook wel. Zo. Een paar bekertjes. En nu zien we ook al, als we heel goed kijken, zien we hier de vuiligheid een beetje in. Inmiddels ook aan de randen al een beetje. Maar goed, dit is allemaal schoon te maken. En wat we ervan zullen krijgen uiteindelijk is niet een super zuivere IPA hoor, maar wel veel zuiverder als dat die was.
Plus dat je dit proces, als je dat wilt, natuurlijk nog een aantal keren kunt gaan herhalen. Dat kan. Dat is verder geen thema. Nou, we komen langzaam op het punt waarop het bekertje niet zoveel zin meer heeft. Alhoewel, misschien ook weer wel. Maar dan doen we dat door in het bekertje te gieten. Maar dat heeft ook niet zo heel veel zin, denk ik. We gaan hier gieten. En nou komt echt de vuiligheid eruit. Zo. Nou, en om nou even te laten zien wat er dus overblijft. Rotzooi, smerige troep. En dit is dus de resin die afgewassen is van de objecten die ik geprint heb. Nou, dit proces, dat schoonmaken, dat zal misschien best zijn dat ik dat 2 of 3 keer moet doen. Maar uiteindelijk zal ik daar een wat schonere IPA van krijgen. En ik zal zo meteen het resultaat laten zien. Ik ga eerst de zaken schoonmaken nu, want dat is het volgende wat moet gebeuren. En nou ja, dat ga ik je verder niet laten zien. Ik ga wel het resultaat straks laten zien. Tot zo. De zaken zijn nu schoongemaakt. Je blijft sporen zien, hoe je het ook bent of keert. Bijvoorbeeld hier in de zijkant van die bak zie je daar sporen van. Maar goed, het is een stuk schoner. Wat we wel vaststellen is dat volgende keer dat bakje eruit moet. Want ik weet niet of je dat goed kunt zien op de video. Maar het bakje krijgt echt aanslag van de resin. Dus die gaan we eruit laten. En wat we nou gaan doen is simpelweg de eerste keer het teruggieten van de IPA in de bak. En daar hebben we natuurlijk geen filtertje voor nodig. Want dat gaat relatief makkelijk zijn. Wel rustig gieten. En ik kan je zeggen, het is al een heel stuk zuiverder. Ja, nogmaals, ik zou dit dus nog een keer kunnen doen met een koffiefilter bijvoorbeeld. En dan krijg ik een nog beter resultaat. En het mooie van het verhaal is, ik heb eigenlijk nagenoeg niks verloren. Hij staat nog steeds keurig op zijn maximum. Ja, zo ga je dus uiteindelijk je IPA schoonmaken. En ja, ik ga dat nu nog een keer doen met een koffiefilter. Dat ga ik nu doen. Ik besloot het toch niet met een koffiefilter te doen, maar met een van die doekjes die ik heb. Die doekjes zijn ook behoorlijk fijnmazig. Ik pak weer mijn bekertje en ga dezelfde grap nog een keertje uithalen. Waarna ik dit doekje natuurlijk weggooi. Even voor alle duidelijkheid. Ik heb in deze ruimte natuurlijk wel een raam opengezet. Want het is natuurlijk wel alcohol stinkt als de pest. En is zeker niet gezond voor je. Volgende keer heb ik misschien nog wel een andere oplossing voor dit met dat bekertje. Want ik heb ook een klein vloeistofpompje. Alles van AliExpress. Maakt verder niet uit. Maar het zorgt ervoor dat je dat ook met een pompje kan doen. En alleen een beetje bang dat het pompje door de residu wat hierin zit misschien verstopt zou kunnen raken. Op de achtergrond hoorde je mijn 3D-printer, de andere 3D-printer, de FDM-printer, die is klaar, de Prusa. Die was bezig met iets te printen voor de laser. En zo zijn we eigenlijk met alles tegelijk bezig, met de Prusa, de laser en de SLA-printer. Nou, hij loopt een stuk moeilijker door hier en dat is eigenlijk goed, want dat wil zeggen dat er veel gefilterd wordt. Dus het is goed dat we dit doen en ik heb ook het idee dat als ik nu kijk in de container van de rook, dan ziet dat er een stuk schoner uit. Oké, ik zet de video weer even stop. Ik ga zo meteen het resultaat weer laten zien. We gaan overgieten naar poging nummer 2. En ik kan je zeggen, het wordt al een stuk helderder. Ik zei al, perfecte IPA krijg je er niet meer van. Maar we krijgen wel veel schonere IPA, die we van vervolgens weer
keurig kunnen gaan gebruiken. Nou, nu hebben we wel wat verloren, maar niet extreem veel. Goed, de klep gaat erop. Wat mij betreft is het goed zo voorlopig. Dit zou je natuurlijk zo vaak kunnen herhalen als je wilt, maar geloof mij, je krijgt dit nooit 100% schoon. Maar op deze manier hebben we een stuk schonere IPA als dat we voor die tijd hadden. Deze kan weer aan de kant. Dus voor de volgende keer dat we met het apparaat aan de gang gaan. En nou, dit was de video van vandaag. Het schoonmaken van isopropanol als wasvloeistof voor een resin printer, dus voor een SLA printer. En zo gaat dat dus in zijn werk. Dag, tot de volgende keer.